De nachtzoen. Als je iemand een nachtzoen geeft, dan maak je die persoon heel bijzonder. En als je er een ontvangt, dan ben jij zelf de uitverkorene. Jarenlang heeft zij zo'n nachtelijke zegen gemist. Maar tegenwoordig voelt ze zich zeer gezien door haar kersverse echtgenoot. Jarenlang was ze ons aller televisiemoeder. Deze nachtzoen krijgen we van voormalig presentator en mediatrainer Judith Bos. Wanneer was jij voor het eerst op tv? In 1966. En wat deed je toen? Ik ben begonnen bij de VARA met een popprogramma van popmuziek. En het heette Fanclub. Oh. En daarin interviewde ik artiesten van all over the world. En dat presenteerde ik. Zonder dat ik ooit voor een camera gestaan had, stond ik dus live een uur lang te presenteren. Maar jij hebt natuurlijk jarenlang heel Nederland eigenlijk op bed gelegd. In de zin van 's avonds op televisie een soort dagsluiter spelen. Was je bewust van die functie van de moeder des vaderlands? Nee. Ik ben helemaal niet bewust van die functie. Maar waar ik me wel altijd bewust van ben geweest, is dat Tweekamp, dat programma wat ik dus heel lang voor de NCRV heb gedaan, dat was echt een programma waarin vader en moeder met hun kinderen, kinderen in pyjama, voor de televisie naar keken. Dus voor die kinderen was het inderdaad wel een soort dagsluiting. En heb je een avondritueel, zeg maar, voor het slapen gaan? Nee, wat de nachtzoen betreft. Een nachtzoen maakt dat je iemand uniek maakt. Mm-hmm. Maakt dat je, tenminste dat vind ik, hè, dat die persoon het allerbelangrijkste is op dat moment. En als je je kind een nachtzoen geeft, is dat een heel belangrijk moment van intimiteit. Maar vooral van, jij bent belangrijk voor mij. En jij als moeder des vaderlands vanavond, wil jij dat wij gerust slapen of hou jij ons wakker? Anno 2010. Ik zou het liefste willen dat iedereen heel rustig, vredig en met een lekker gevoel inslaapt. Nou, dat kan niet. Hè. Een heleboel mensen hebben daar last mee. Ik wens dat iedereen dat doet. En hoe gaat het met ons? Als je het naar heel Nederland trekt, dan kan ik natuurlijk alleen maar vanuit mijn eigen gevoel daar iets over zeggen. Ik ben heel positief ingesteld. Ik denk echt altijd van, we vinden wel een oplossing. Dat gaat wel goed. We zijn inventief, we zijn creatief. Ik ben een posiedenker. Mm-hmm. Ik denk dat met een nieuwe regering dat het ook wel goed komt. En met een nieuwe regering hoop ik dus heel erg dat we de minister van Onderwijs krijgen die veel liefdevolle aandacht besteedt aan jonge kinderen. Want ik denk echt dat we het daarvan moeten hebben. Er mag van mij overal op bezuinigd worden, maar niet op onderwijs. En er mag heel veel geld naartoe. Dankjewel.